Nee, we hebben een bushalte. En een brievenbus hebben we, geloof ik. En het Ahoes. En meer hebben we niet, hoor. We zijn zoveel jaren geleden opgericht. En, is allemaal van de dorpsgenoten, hè? Ja, allemaal van de dorpsgenoten. We mochten allemaal doneren, allemaal geld geven voor stenen. En toen hebben we heel veel bouwvakkers en metselaarstoestanden. Die hebben toen, die jongens hebben allemaal zelf het Ahoes gebouwd. We staan hier omdat we bezig zijn met een crowdfundingsactie in Adorp voor het Ahoes en eigenlijk voor de binnenkant van het Ahoes. Nou ja, het meubilair is onderhand echt wel toe aan vervanging, vernieuwing eigenlijk vooral. Het is niet dat de stoelpoten eraf vallen, maar het is gewoon fijn om lekkere plekken hebben om te zitten. En het mag allemaal wel wat nieuwer, wat frisser. Kijk, zoals je ziet zetten wij nog met de hand koffie, ook als we heel veel gasten hebben. We halen geld op bij het publiek en het publiek is dan grotendeels de mensen in Adorp zelf. En dan kun je natuurlijk deur aan deur gaan met de vraag van willen jullie alsjeblieft geld geven. Maar ja, dat is niet hoe het per se werkt. We hebben een aantal acties op touw gezet. Onder andere Sinterklaasactie. Daarvoor hebben we Sinterklaaslekkers verkocht. Dat was heel populair met lekkere amandelstaven en dergelijke. En Sinterklaas komt aan huis binnenkort en we gaan ook cadeautjes inpakken met elkaar. Dus dat brengt gewoon een leuk bedrag al op voor de meubels. En ja, daarnaast zijn we nog met verschillende andere acties bezig. Die koffie smaakt wel. Zo hebben we een comedy night, we hebben volgende week de WK-wedstrijd op vrijdag, een graffiti workshop. Ja, en zo verzinnen we eigenlijk elke keer iets nieuws om zoveel mogelijk geld op te halen. Maar mensen ook daarvoor wat leuks terug te geven. Nou, we wassen met de hand af. Ja? Maar nou even voor de koffie. Nou ja, het Ahoes is natuurlijk wel de plek of een van de plekken waar je bij elkaar komt. Waar je je biertje kunt drinken of je frisje. Waar je kunt biljarten, darten, waar wij onze vergaderingen houden. Gymnastiek is er ook, ja. En er is nog handbal. Leuke feestjes ook, zowel in de zomer als in de winter, met het hele dorp. Dus het is echt wel de plek waar je bij elkaar komt. We doen het voor de contacten, hè? En de gezelligheid. Ja, we streven naar 10.000 euro. Dat is ook waar de crowdfunding op ingezet is. Dan heb ik ook wel het idee dat mensen Adorp en onder andere ook het Ahoes een warm hart toedragen. En zoiets hebben van helemaal dan toch weer na die jaren corona. Het is wel weer tijd om elkaar te ontmoeten en leuke, gezellige dingen te doen.